Nou, ik deed heel goed. We ook natuurlijk naar de marathon. Dus, ik word er één om een marathon te rennen. Ja. Maar hoe ben je erbij gaan? Ja, nou, vader van mij, ik had geen herseninfarct, maar hij is een infarct, geen bloeding. Een stolsel. Dat komt op hetzelfde deel in feite. Kwartsluiting. Kwartsluiting, nou, zou ik echt direct nemen. Ja. Dat is, dat wie ouder rond tien, precies 4 wielen in. 14 november 2018. Ja, dan is het leven naar de oer, maar wel haast. Ja, wie hebt het randje, hè? Ik bedoel, zie je ook net zo volle meer. Ja. En al komt er leven uit, dan hier ze net voorspeld, dus hier. Nou, nee. Op dit moment, dat op een bank in de studio zitten. Dat dan niet, ik kon mijn eigen regeling die je niet meer krijgen. Dus zou 4 weken kunnen. Maar wat had hij geholpen? Oefeningen, medicijn, behandelingen? Nou, ja, so, je komt in een medische mol. Ziekenhuis naar je revalidatiecentrum. Een beetje zwaar. En die gaan me geholpen. Die gaan me letterlijk bij voren geholpen. Heb je linkzijde helemaal verlammen. Dus ja, een soort oefening, een soort hutwerkje. Een soort pinnetros dingen. Maar ja, een mens kent dat. Althans, ik ken dat blijkbaar. Nou ja, en toen ben je de ultieme dwarsboom, want dan had je er net bij de lijn, hè? Zeker wie daarnet. Nee. En Dems is direct. De reen van het lippen, of dien lippen eigenlijk, hè? Ja, nou, hoe kom ik daarop? Ja, dat is een goede vraag, maar dat begon met mij. Heb je een skofte lien, begin van december, zei mijn vrouw, zei mij, nou, als aan 4 weer lien is, die vierde rebeurde, denk ik dat dan. Dat sukker ik wel een beetje. Ik ga een tweede kans krijgen op een nieuw leven. Dan moet er wel een feestje aan. Nou, daar blauw ik bij die bun. En we hebben gewoon mijn hutraan, die ik van mijn hersenen verdik een heel soort. Ik mag graag hut in hut rennen. Het langste stukje wordt over gaan weer 30 kilometer. In school in de dun. Ik wilde een beetje denken, nou, oh, stiekem was de hoop, misschien kan ik er ooit wel doen. Ik wil een peker, we zijn een beetje begonnen. Maar dat is dan zeer. Ik denk, dat is verstandig, dat doet me niet. Dan stap ik weer. Tot juni dit jaar, denk ik, een beetje. Dus, nou, dus kom maar weer om. Mij trok stimulatie van mijn dochter en ik van mijn vrouw. Zei van, nou, misschien was het allemaal wel ziek hier. Misschien was het er wel blij van. Nou, de eerste keer waar ik er naar blij van. Nee, nee, ik heb je voorstellen. Nee. Maar goed, dat is zeer en ik was natuurlijk burg. Wat logisch wordt iedereen die verheerd uit de keer. En dus toen had ik het bij Zitterlet en ik denk ja. Maar laat het toch wat denken van een hoop keurje. Het heeft me heel soort beter maken erin. Ik heb het linkerkampje verlaan, maar linker voer ik. Ja, je moet er gewoon niet letterlijk in beweging. Want we beter krijgen. Geldt voor de hand, geldt voor alles. Maar je voorstelt de hele linkerkant. De romp en alles, dat is gewoon, dat doet niks. Dat is net in te denken hoe dat is. Zelf wil ik hem waarom denken, maar niet me voorstellen hoe dat is. Nee, maar ik is nog wel een marathon rennen. Ja. Dus ja, ik heb begonnen met hutraven en ik denk, nou, dat gaat best knap. Binnen no time zie ik om 1,5 km. Nou, mij kende is altijd zelf van 5 km, dan kende ik 6. Nee, dat is 6, zo'n, dat is 10. Dus, nou, dit is lekker als het terug gaat dan. Kom ik ooit weer op de markt en ik ooit nog een keer in een boel. En toen kwam Cynthia met het idee van een feest. Ik denk, nou, wist wat? We hadden vorige keer een prachtige boekpresentatie van een gezicht van Friesland. Met een hele goede presentator daarbij. En ik denk, nou, misschien is het leuk om dan naar Burgenbad te rennen. Dat was de eerste idee. Hij gaat in de parkage en dat was 47 kilometer. Ik denk, oeh, dat complex is dat wel lang. Nou, dat ging 42 en dan 40 kilometer keuren. Dat was het eerste plan. Dat was een idee. Ja, een idee dat ik bij mij in een holle zit en dat ik het voet naar duurt. En toen had ik een paar meesten op zacht met me praat en waaronder Tjalling van der Berg. Dat stond ik in een mooie boek. Hij zei, Tjalling, dit is mijn plan. Nou zei hij, dat is een stout plan, joh. Maar als het tot zintje, dan was het doen. Dan ging hij helpen. Nou, heb een training gegaan en denk ik, oh, het kan. Waar met. En ik had een team van meesten om mijn handen voor meer. En houden we de prussen uiteindelijk is het plan op van zijn misschien nou wel symbolisch erom van het revalidatiecentrum naar huis. De rin van het leven te doen. En daar gaan we route zetten die ik te doen, 40 kilometer, dat is de marathonlengte. En ik uiteindelijk mijn doel hellen, mijn eigen marathon. Na je weken, de 24e. 24 november. Hoe laat is het voor start? We starten halve uren, mooie tijd, mooie friske tijd. Sint-Niek? We starten in Beetjesweg. Beetjesweg, ja, in het revalidatiecentrum. Ja. Wauw. Die vond dat een heel mooi idee.
voor hun natuurlijk. Mijn motto is van laat zien wat je kunt. Nou, die ging zijn letten wat ik ken. Ik denk dat is het rest. Ja. Maar goed. Ik moet er nog leven worden, dus ja. Ik heb een hoop traind. Ja, en de opbrengst gaat naar het Foppenfonds? Ja, ik ben net van mezelf, maar ik ben van het Foppenfonds. Ja. Ik omdat die zich inzet voor jongeren die net in steer zijn om wat voor reden ik om mee te sporten. En ik vind de jeugdbeweging heel belangrijk. Sowieso wil ik graag mensen ja, inspireren om in beweging te komen. Het houdt mij ontzettend hoop mijn berochten wat ik nu ben. En dat is net altijd makkelijk, maar juist, ja, je leert er trots zijn van. En je wordt er gewoon vet van. Ja. Ik vind het fantastisch, Wasdorst. Respect. Nee, Wieke, de verjaardag is de rit van het Libben. Maas Malwoorden zit het uiteindzetten. Nou ja, symbolisch, kind net. Het plak was heel lang om het revalideren. Best hard. Ja. Daar zullen het wijzen. Hey, we beginnen gewoon van nu, dus het helft. Zullen we het zo opraten? Nou ja, het kan het hoor. Ah, mooi man. Ik get helemaal, ik wil het lukken. Ja. Arie Bruinsma, respect voor hem.